Trouwens, ik merkte net in het vorige gastcollege dat er heel veel vragen uiteindelijk achteraf naar onze docent, gastdocent kwamen hier op het podium. Maar stel ze vooral ook tussendoor, want we vinden het allemaal mogelijk interessant wat je te vragen hebt. En vooral ook de antwoorden die we dan krijgen. Onze volgende gastdocent, hij is onder andere organisator van Verhalen uit de Achtertuin, die volgens mij bij heel veel studenten wel bekend zijn. Geef hem een heel groot applaus en gaat jullie vertellen over zijn bedrijf Canvas. Joep van Gorp! Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Voor de meesten zal Canvas voor jullie een nieuwe naam zijn, want Canvas is een merk, of eigenlijk een bedrijf, waaruit we heel veel verschillende projecten organiseren. Dus eigenlijk is Canvas, heet het niet voor niks Canvas, omdat het eigenlijk de basis is van alles wat we doen. Dus het gaat niet om Canvas, maar eigenlijk alle projecten die erachter zitten. Omdat jullie allemaal eerstejaars zijn, leek het me tof om even te beginnen bij het begin. Ik ben ook nog maar jong, ik ben 23. Ik werk nu 3 jaar in de industrie. En ik kan ervan leven. Eigenlijk al na een half jaar had ik het alle touwtjes bij elkaar getrokken tot het lukte. En dat wil ik jullie dus laten zien. De allereerste kennismaking met mezelf, want dat is eigenlijk waar het dan om gaat. Dat was toen ik 14 was. Toen drumde ik. Ik zit daarachter met een stropdas t-shirt. En dat was eigenlijk het eerste wat we deden. Ik speelde in een bandje, dat was leuk. Je ziet de kwaliteit spatten vanaf. Maar die avond gebeurde er iets, want we werden toen gevraagd door een café-eigenaar van hey, kun je langskomen, pak je drumstel op en je versterkers en kom daar lekker die avond spelen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus we zijn daar gaan spelen. Er was een mannetje van 10, 20, nou prima. Maar die vroeg uiteindelijk aan mij, zou jij hier niet een avond willen gaan organiseren? En dan gewoon een paar bandjes. Nou, dat begon met 2 podiumdelen en hetzelfde geluidssetje wat je hier ziet. En uiteindelijk is dat uitgegroeid naar verschillende evenementen. Bijvoorbeeld, wat we daarna gingen doen, is in de Sint-Jan en Roosendaal. Ik weet niet of jullie Roosendaal een beetje kennen en de Sint-Jan daar. Iemand? Het is in ieder geval een oude kerk en die is omgebouwd tot een soort van poptempel of cateringzaal. Een beetje à la Paradiso in Amsterdam. Daar mocht ik een evenement gaan organiseren. En dat noemde ik backline, want ik wist toen niet wat het woord backline betekende. Dus dacht ik, dan ga ik zo mijn festival maar noemen. Iedereen weet wat een backline is? Een backline, dat staat klaar voor je als je als muzikant gaat spelen op locatie. Dus dat is het drumstel, de versterkers, de zangmicrofoons, al dat soort dingen, dat noem je backline. Nou, dat vond ik een vet woord, dus daar ging ik een festival voor organiseren. Met alleen maar Roosendaalse bandjes. Dat hebben we volgens mij 3 of 4 keer gedaan. En dat is gegroeid van 250 bezoekers naar 800 bezoekers. En die had ik zelf ook niet helemaal aanzien komen. Want wat er gebeurde was dat ik zelf de organisator was. Zelf de campagnemaker. Zelf de programmeur. Zelf de oplocatie. Dan heb je ook nog de stage manager. Ik was de gastheer. Ik speelde zelf met mijn bandje op het einde natuurlijk op het podium. Dus het was 1 grote bende. We hadden geen beveiliging. We hadden maar 2 tappunten met een bar. 1 grote chaos, maar het was ontzettend leuk. En daar ging het toen uiteindelijk om. Dit is Sint-Jan van binnen. Dan heb je een beetje een indruk hoe het eruit ziet. Oh, er zit vertraging op. Uiteindelijk ben ik gestopt met backline. En dan ben ik eigenlijk uit Roosendaal gegaan. En toen kwam ik voor de eerste keer naar Tilburg toe. Toen heb ik hiervoor gezeten op het ROC Tilburg. De evenementenopleiding. Nou, lang verhaal kort. Mijn laatste jaar ben ik... heb ik mijn stage gedaan bij Mundial. Dat kennen jullie denk ik allemaal wel hier in Tilburg. Nou, daar mocht ik eigenlijk projecten voor gaan organiseren. En dat begon met het Cultcafé. Het Cultcafé, hier 2 posters met de 2 persoonlijke favorieten van mij. Typhoon is dit net super bekend en Mr. Props gaat de hele wereld over. Het Cultcafé, daar werd aan mij gevraagd vanuit Mundial met weer een externe partij, en dat was de provincie, van kunnen we niet jongeren in Tilburg aan elkaar verbinden op verschillende manieren. Dus daar ben ik naar gekeken. En toen kwam ik met het idee om een soort van college tour te mixen met de wereld draait door. Dus de jongeren die traden zelf op, alles ging continu achter elkaar door. En er kwam altijd een belangrijke gastspreker die de avond en de mensen trok, maar daarnaast ook hele waardevolle input kon geven aan de jongeren. Dat is heel kort gezegd het Cultcafé. En dat was ook eigenlijk een beetje het begin van Canvas. Want daar ging ik over nadenken van ja, wat kunnen we eigenlijk allemaal doen? En toen zag ik dat er in Tilburg heel veel kansen lagen. Dat is nog steeds zo. En daar ben ik toen gaan nadenken van ja, we kunnen nog meer doen. En toen kwamen er ontzettend veel ideeën.
En ik had op een gegeven moment, had ik aan Moody al heel veel gegeven, maar ik dacht van ja, hier zitten ook nog een paar zulke goede ideeën tussen, die moet ik gewoon zelf gaan doen. En toen was eigenlijk het hele verhaal begonnen van Aus Berlin. Kent iemand Aus Berlin hier in Tilburg? Aus Berlin. We hebben een festival. Afgelopen zaterdag was Aus Berlin Clubnacht. En we hebben een webshop waar je al je drankjes van Frits Cola tot Clubmaat het hele jaar door kan kopen. Aus Berlin was eigenlijk de eerste echte productie die ik zelf opzette. En waar ik echt dacht van, dit is zo'n goed idee. Dit moeten we gaan doen. En daar wil ik ook vooral zelf de volledige projectleiding over houden. Dus dat hebben we toen gedaan in de Hall of Fame. Dat zit in de spoorzone van Tilburg. Dat was toen eigenlijk een beetje het eerste halletje wat vrij kwam. Ik zal kort nog even een stapje teruggaan. Aus Berlin is ontstaan omdat er heel veel mensen tegen mij zeiden, je hebt Trouw, je hebt Ron, al die clubs die er allemaal waren. Dat is echt een vette Berlijnse sfeer. Dus ik ging daarheen, ik ging daar kijken. Ik dacht, ik weet niet wat Berlijns is, maar ik ga wel even langs. Toen kwam ik daar, dacht ik, zo, dat is vet man. Ik ga eens naar Berlijn toe. En toen kwam ik in Berlijn en toen zag ik dat het veel meer was dan wat al die clubs, in ieder geval de mensen die daar kwamen, pretendeerden. Het zat veel meer in de totale beleving. En die beleving die is moeilijk te pakken. Dus daar ben ik gaan onderzoeken van, ja, waar zit die beleving nou in? En het was voor mij uiteindelijk één project. Het Doolhof, Priester Singum. Mocht je het festival afgelopen jaar meegemaakt, dan weet je ongeveer wat het is. Dat heeft mij toen zo gepakt. En dat wou ik naar een festival gaan omzetten. En daar hebben we nou een goede eerste start voor gemaakt. Maar er gaat de komende jaren nog heel veel in gebeuren. Want uiteindelijk, je moet groeien en je kan niet meteen alles doen zoals je dat wil. Sterker nog, het eerste jaar van Aus Berlin was het zo dat de Doolhof nog helemaal niet in zicht was. Ik wou dit al wel, ik was toen al met de kunstenaar aan het mailen, alleen ja, dat ging gewoon nog niet. Dat was te klein en hij was te duur en al dat soort zaken kunnen we dan bekijken. Maar wat we wel wisten, we kunnen wel muziek hier alvast naartoe brengen en de drankjes. Dus dat hebben we gedaan. Dit is Klepton op de eerste editie van Aus Berlin. Klepton is inmiddels behoorlijk grote DJ. Die hebben we net nog op het juiste moment weten te boeken. Dus dat is altijd een leuk ding als je gaat programmeren. Pak de juiste talenten en zet ze op de juiste plek voor zo min mogelijk geld. Waardoor je het meeste van kan profiteren. Dat is uiteindelijk wat je dan wil. Maar je ziet ook de hele aankleding. Het waren een paar discolampen eromheen, maar het was wel een vet feestje. Inmiddels zijn we uitgegroeid. Volgens mij is het nog eentje te vroeg. Ik kan even de aftermovie van het eerste jaar laten zien voor de indruk. Is dat goed? Goed, dat was het eerste jaar Aus Berlin.
En daarna zijn we het tweede jaar opgestart. Toen hebben we eigenlijk de Hall of Fame samen betrokken met de clubsmederij. Want we wouden wel groeien. We wouden vooral laten zien ook wat voor mooie dingen Berlijn te bieden heeft. En wat dat voor Tilburg kan betekenen. Maar wel het tweede jaar was een heel belangrijk opstapje. Want we wisten dat jaar gaan we doen om uiteindelijk hier naartoe te kunnen. Dit was in de koepel en waagmakerij. Dat zijn eigenlijk de twee grootste hallen van de spoorzone waar je eigenlijk een feestje kan geven. Nou goed, dat wouden we gaan doen. Er zijn uiteindelijk 1800 mensen gekomen en dat was meer dan succesvol. Want we hebben echt iets kunnen neerzetten wat het begin was eigenlijk voor de toekomst. Dus iedereen die het volgende jaar gaat komen, die ziet dan eigenlijk en denkt van oké, zo had het moeten zijn, zeg maar. Maar we zijn nou ontzettend ver in de ontwikkeling waar we naartoe willen. Misschien tussendoor, want ik ga nou verder over wat uiteindelijk Ausblien allemaal gaat doen en wat er voor andere projecten allemaal nog zijn. Zijn er vragen over de ontwikkeling en de opstart van Ausblien? Helemaal niks. Oké, cool. Met Ausblien willen we verder. We willen gaan kijken van hoe kunnen we nou nog meer van het Berlijnse naar Tilburg toe getrekken. En voornamelijk ook het hele jaar door. Dus wat heeft Berlijn er nog meer te bieden? En wat kunnen we daarmee doen? Ik had net al voor het eerste stukje had ik al gezegd, het doolhof. Dat was een heel belangrijk ding. En wat we daar hebben gedaan afgelopen jaar, is daar de essentiële waarde van het doolhof toegebracht. Mensen die het doolhof niet kennen, het is bijna niet uit te leggen. Je moet erheen. Wat de essentie van het doolhof is dat je in plaats van een doolhof ingaat, in het centrum wordt gedropt. En uiteindelijk daardoor via wat gangenstelsels naar de uitgang moet gaan zoeken. Dus dat is een heel andere manier van aanpakken. En dat vond ik eigenlijk ook wel de kern van wat nou Berlijn eigenlijk is. Want je gaat er niet heen. Je stapt inderdaad het vliegtuig in en je stapt hem daaruit. En dan loop je ergens heen. Maar je komt meteen in de kern uit, iedere keer. En als jij niet open staat voor de kern, want dat is wel een belangrijk ding, dan kun je daar ook nooit komen. Dus wat bij de doolhof ook was, je had bijvoorbeeld het makkelijke uit te leggen, een glijbaaneffect. Dus je moest op een gegeven moment vertrouwen, ga ik dat zwarte gat inglijden om misschien de mooiste ervaring van mijn leven mee te maken. Of misschien de echt allerengste of aller, weet ik wat, ervaring die ik niet zou willen. Heel veel mensen zijn dus bij dat doolhof, wanneer ze dus dat glijbaan in zouden moeten, zijn ze ook omgedraaid. Volgens mij zijn 10% of 20% van alle bezoekers. Ik ben er uiteraard ingegaan en ik heb toen gezien, dit is mooi. En je komt heel veel dingen van jezelf tegen die niet mooi zijn, maar ook dingen van jezelf tegen die wel mooi zijn. Heel kort gezegd, een tripervaring zonder drugs. En dat is iets, dat wil ik overbrengen, want dat is iets wat we in Nederland te veel doen. Is snel, gooi het maar iets in, maak maar een mooi feestje. Maar je kan juist, als je het feestje goed maakt, kun je dat zonder al die middelen kun je dat ook doen. Nou, dit was eigenlijk een beetje Ausblien. Om even te laten zien van hoe we van het eerste jaar naar het derde jaar toe zijn gegaan, heb ik in de volgende pagina heb ik ook de aftermovie weer gestopt. Het mag wel harder hoor, met een beetje beuken. Dat was eigenlijk het derde jaar van Ausblien. Dus je ziet dat we een hele ontwikkeling hebben doorgemaakt. Er is ontzettend veel gebeurd in de tussentijd. Daar zijn we ontzettend trots op. Dus dat vind ik altijd een van de leukste projecten om over te praten. Na Ausblien kwam de clubsmederij naar mij toe. Dat bestond toen eigenlijk nog niet, maar die gingen daarmee beginnen. En die zeiden van ja, Joep, kun je niet wat tofs bedenken voor deze ruimte?
Om te kijken om daar de eerste mensen naartoe te halen. Dus toen hebben we de allereerste editie en ook meteen de opening van de clubsmederij gedraaid. En dat was met Machinekamer. Iedereen kent Machinekamer? Machinekamer is in essentie, voor de mensen die het niet weten, is eigenlijk gewoon een clubavond. En we waren toen, pretendeerden we de meest rauwe techno van Tilburg aan te bieden. Dat was toen ook echt zo. Inmiddels heb je nog met andere partijen, zoals Suburban en Implode. En die gaan er nog eventjes een stapje overheen. Dus ik noem ons altijd het evenement voor de beginnende techno-liefhebber. Nou goed, je ziet, dit is dance. Arjolien is dance. Bij mij begon op een gegeven moment wat te kriebelen. Van ja, er is meer dan alleen maar dance. In Tilburg kunnen we ook veel meer geven dan dat. Dus toen ben ik gaan nadenken. En toen zijn verschillende projectjes uitgekomen. Waaronder sofa-sessies. Dit is Gersomeen, die stond de afgelopen editie erop. Gersomeen ken je waarschijnlijk van de beste singer-songwriter van Nederland. En wat ik eigenlijk met sofa-sessies nou weer probeer te doen. Ik kwam in een locatie, de Kunstmaan in Tilburg. Dat zit in een zijstraatje van de spoorzone zit dat. En ik kwam daar binnen en het eerste wat ik daar dacht van, oh man, dit is een hele toffe oude loods, hier moeten we een rave geven. Alleen, overal hingen al de briefjes straks voor de buren, dus daar gaat hem niet worden. Uiteindelijk heb ik daar dus bedacht, kunnen we daar niet super kleine, intieme, akoestische sessies gaan geven van wel gerenommeerde poptalenten in Nederland. En op die manier een beetje Tilburg opnieuw op de kaart zetten. Dat hebben we gedaan en dat gaat goed. Je ziet, dat is nog iets wat Tilburg een beetje moet leren. Is gewoon van naast alle feestjes heb je ook nog de toffe dingen waardoor je even een avond kan ontspannen. In plaats van de hele avond tot 4 uur doortrekken. Maar het gaat goed. Je ziet de hele stijgende lijn. Het is nog wel een experiment. Maar Gersomeen bijvoorbeeld, een hele leuke artiest. Om even een heel klein stukje te laten zien. Dan heb je een beetje een idee wat sofa-sessies is. Hi, ik ben Gersomeen en je gaat luisteren naar Schatje je stinkt. Dat is een liefdesliedje en dit zijn de sofa sessies. Wil ik van jou, maar dat wil niet dat ik het goed vind dat je stinkt. We moeten er wat aan doen, we moeten er wat aan doen. Soms droom ik over jou, met mijn ogen open en mijn neus dicht. Dan laat ik ruiken even los en kijk ik naar je mooie gezicht. Ja, je bent verschrikkelijk mooi. Nee, die grap ziet je niet. Dus als je geur mijn neus bevangt, doe ik het liefst of ik jou niet zie. Maar misschien moet ik gewoon iets meer openstaan voor het feit dat je bent wie je bent. Oeh, 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 schatje je steen. Maar dat verandert niks aan hoeveel ik van jou. Maar dat wil niet dat ik het goed vind dat je stinkt. Oh, oh, oh. We moeten er wat aan doen. We moeten er wat aan doen. En je bent aan het ontkennen. Ja, je doet alsof ik lieg. Ik weet ook wel dat ik geen detective ben. Maar ik weet donders goed dat mijn neus me niet bedriegt. Als het aan mij lag, lag je de hele dag in bad. En ik wil best met je mee, al is het om het idee. Maar misschien moet ik gewoon iets... Nou ja, goed, dat is Gersomeen. Zo hebben we dus iedere maand, doen we dat vanaf september volgens mij vorig jaar, hebben we dus eens een sofa-sessie voor maximaal 60 bezoekers. En die zitten dus allemaal lui uit op de bank en de artiesten die spelen op een persisch kleed of gaan op een krukje zitten. Dus op die manier zijn we nou wat meer aan het experimenteren om te kijken of dat we in Tilburg meer een diversiteit ook kunnen gaan geven aan de, ook dezelfde doelgroep. Ja goed, dit is een zijprojectje wat nu is gestart. We zijn nog met veel meer verschillende projecten bezig, waar ik vandaag nog niet te veel over kan zeggen. Eén project waar ik al wel iets over kan zeggen, want dat doen we ook.
Dat is de policy. Dat kent als het goed is nog niemand van jullie. En dan gaat deze maand gaat dat veranderen. De policy, dat is namelijk ook iets wat we doen. Naast dat alle evenementen die we organiseren, begeleiden we ook enkele artiesten. Dus Verhalen uit de Achtertuin werd inderdaad ook net genoemd in de aankondiging. Dat zijn wat comedy rappers die spelen à la de Lama's, heel kort gezegd. Maar daarnaast dus ook muziekmanagement. En de policy is een act, een behoorlijk mysterieus project is het nog. Het enige gezicht dat er nu nog bij zit, ben ik. Maar ze hebben nou al een platendeal op zak, al dat soort zaken. Het is een producers duo is dit. Die komen uit Nederland. En die gaan die maken muziek met mix met Queen, Queens of Stone Age, Justice, Daft Punk, The Buggles. Eigenlijk al een beetje de oudere dingen. Die stoppen zij bij elkaar en maken zij iets nieuws van. Ik kan er nou eigenlijk nog niet zoveel mee doen, maar ik wou even laten zien van het is belangrijk. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat we ook talenten ontwikkelen die we in ieder geval dat opstartje kunnen geven. Dus we zijn bijvoorbeeld al met de policy zijn we al 5 jaar bezig, maar nu sinds een half jaar begint dat pas te borrelen. Dus je ziet de platenlabels komen, de promo mensen komen, iedereen wil in één keer dat project hebben. En dat is misschien wel het allergrootste ding, is dat je kan altijd een heel goed idee hebben. Bijvoorbeeld House Blind, waar ik zelf heel erg fan van ben voor mijn eigen dingen. Maar je ziet wel, oké, we willen ergens heen, maar je moet klein beginnen. En hoe kun je die stapjes gaan maken om uiteindelijk bij dat grote doel te komen? En dan moet je gaan leren. Door vooral veel te doen en keihard te spammen, want iedereen moet weten van jouw project. Maar uiteindelijk heel doelbewust van, oké, we willen nou dit stapje, dan willen we dat stapje. En uiteindelijk gaan we dat fantastische project gaan we hier neerzetten. Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die ik jullie vandaag wil laten zien, laten weten. Ik weet niet of er vragen zijn. Helemaal geen vragen. Is het voor jullie eigenlijk duidelijk wat ik doe? Want ik leg nou al mijn projecten uit. Nee? Dat dacht ik al. Ik ben projectmanager. Dat is eigenlijk mijn vak. Daar gaat het steeds meer naartoe. Ik ben begonnen als vormgever, als campagnemaker, als programmeur, als productieleider. Eigenlijk als alles bij elkaar. Maar mijn doel is dat ik weet, ik ben nergens echt supergoed in. Het enige wat ik wel kan is ideeën ontwikkelen. En daar de juiste mensen omheen zetten. En in het begin moet je alles zelf doen. Maar als je dus inderdaad een evenementopleiding doet, zie je meestal een uitblinker in vormgeving. Of een uitblinker in productie. Of iemand die insane helemaal voor de programmering gaat. Maar ik kan dat eigenlijk allemaal niet. Ik kan het allemaal een beetje. Maar ik kan wel de grote lijn beheren. En daarop dus de mooie projecten proberen voor elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk mijn werk. Laurien. Oh, er komt iets aan. Hoe werkt dit? Op het Nou, hoe zit jullie bedrijf eigenlijk precies in elkaar? Je werkt niet alleen, toch? Nee. En wie helpt jou daarbij en wat doen ze? Nee, ja, Canvas bestaat uit meerdere mensen. Alleen, is het wel zo dat ik eigenlijk altijd op kantoor zit, gewoon 5 dagen in de week. En dat daaromheen zitten dus inderdaad altijd die mensen die verschillende kwaliteiten hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld Floris, dat is een jongen die helpt mij heel nauw met machinekamer. Die is begonnen met de marketing, maar die wou altijd de programmeren doen. Dus die is dat zo langzaam gaan verkennen. Dat is iemand die erbij zit. Met Marijn doe ik Aus Berlin. Dus wij zijn samen wel Aus Berlin. Het is niet dat ik dat alleen heb gedaan. En Marijn die zit echt in de technische kant. Dus die ontwerpt alle podia. Ook voor Tomorrowland en voor Mysteryland volgens mij. En voor Wish Outdoor, noem het allemaal maar op. Dus daar zit dan weer hij weer bij. Jij helpt af en toe een beetje bij sofie-sessies. Even kijken, wat doen we nog meer? Verhaal uit Achtertuin. Er wordt door Sam, een van de rappers die daar zelf aan meedoet. Die doet daar meer de marketingkant op. En eigenlijk alles wat die jongens zelf niet kunnen, dat vul ik aan. Dus, en ik probeer natuurlijk zo ver mogelijk een stapje naar achter te kunnen zetten, zodat je zoveel mogelijk verschillende projecten kan doen. Maar je ziet dus, ik zit nu in mijn derde jaar. Ik hoop dat het over 5 jaar zover is dat ik echt alle projecten alleen maar hoef te projectmanagen. Ja, doe niet met heel je team alle projecten? Ja. Oh, jawel. Dat zou uiteindelijk het doel zijn. Okay. Ja. Ja, bedankt. Iemand anders? Geen vragen? Ja. Iets harder in de microfoon, alsjeblieft. Oh, sorry. wat vind je het allerleukste aan je werk? Ik sta Wat vind je het allerleukste aan je werk?
Het allerleukste aan mijn werk vind ik om nieuwe dingen te initiëren. Ik vind het bijvoorbeeld, je ziet ook met machinekamer, dat doen we het meest vaak en dat gaat natuurlijk ook het beste. Dan zie je dat ik daar steeds verder een stapje van naar achter kan gaan doen. Want hoe meer dat goed gaat, hoe meer andere mensen dat eigenlijk opnieuw kunnen innoveren, dan kan ik alleen maar de grote focus in de gaten houden. En dat is dan uiteindelijk het leukste wat ik eraan vind. En natuurlijk met nieuwe mensen praten om nieuwe dingen op te starten. Dat vind ik het allermooiste aan mijn werk. Top. Ja, hier links. Harmen, kun jij de box links van jou? Ja. Oké. waar haal jij jouw inspiratie vandaan? Uit echt alles. Dus wat ik al vertelde met Aus Berlin is duidelijk waar de inspiratie vandaan komt. Zoveel sessies ontstaan uit iets wat ik vond dat Tilburg niet had. Dus daar merk ik gewoon op en dan denk ik van ja, daar moet ik iets mee gaan doen. Ik ben nu met een nieuw project bezig wat geïnspireerd is door porno posters uit de jaren 80. Dat was gewoon, ik kwam een toevallige verzamelaar ergens tegen en die liet het zien. Ik zo, hey, dat is vet. Dus, maar dat begint nou dus allemaal te borrelen. Ja, het komt echt van alle kanten. Hou je ogen open en doe ze ook vooral heel vaak dicht, want dan zie je meer daarna. Maar ja, echt uit alles. Ik zie soms gewoon dingen en dan ga ik. Ik heb ook. Je ziet nou een paar projecten waarmee ik bezig ben geweest, maar ik denk dat ik er wel 100 de afgelopen 3 jaar heb bedacht, waarvan er dus slechts 10 of zo inderdaad de tekentafel echt halen, zeg maar. Ja. Oké, gooi hem even naar rechts. Yes, top. Hoe heb je het eigenlijk altijd gedaan met geld? Ietsje dichterbij, want dan kunnen ze achterin het ook horen. Hoe heb je het eigenlijk altijd gedaan met geld? Ja, geld, dat is inderdaad wel een ding, want zonder geld kun je het niet doen. Belangrijk is dus dat je heel snel een breed draagvlak creëert. En dat is niet alleen geld, dat zijn ook partners in media en al dat soort zaken. Dus je moet op zoek naar wat zijn de merken en wat zijn de fondsen of de subsidies. Of wat zijn de wegen om een project in ieder geval duurzaam te kunnen maken, waardoor je het in ieder geval een aantal jaar kan ontwikkelen. Want je moet niet een project doen voor een eenmalige editie, dat heeft geen zin. Tenzij het een heel lang bestaat natuurlijk. Dus je moet daarna op zoek. En dat is, daar heb ik eigenlijk bij het Cultcafé, dat is volgens mij de eerste editie daarvan, is 5 jaar geleden. Toen ben ik daar eigenlijk voor de eerste keer ben ik daarmee in aanraking gekomen. Maar dat heeft mij nou denk ik gewoon 5 jaar geduurd of zo, dat ik daar überhaupt de goede woorden voor kan typen. Want dat moet je natuurlijk ook doen. En daarnaast ook de juiste mensen voor leren kennen. Want mensen moeten in jou vertrouwen, dat is heel belangrijk. En die moeten weten dat jij gewoon alles wat je doet gewoon zo goed mogelijk is. En dat groeit natuurlijk ook. Jouw prestatievermogen, dat groeit. Dus ik had een paar jaar geleden had ik echt nog niet Aus Berlin van dit jaar kunnen draaien. Dat is echt omdat dat nu pas zover was. Dus het belangrijkste is, hou je ogen open. Je weet, je hebt een Prins Bernhard Cultuurfonds, je hebt de gemeente, je hebt ontzettend veel partijen die er altijd al zijn. Dus die moet je gaan uitpluizen. Maar zelfs als je dan het perfecte project hebt, is het nog altijd niet even makkelijk om de juiste woorden op papier te zetten. Om dat voor hun ook begrijpbaar te maken, zeg maar. Dus dan moet, dat is ook iets wat je moet leren. Ik hoop dat de antwoord op je vraag is. Ja. Andere vragen nog? Achterin, jongens. Jullie zitten allemaal keurig achter je laptop, maar zijn er nog vragen? Iedereen duikt gelijk zo weg. Oké, geen vragen meer, jongens. Zou jij misschien nog kort iets kunnen zeggen van, goh, als nou een van de studenten ook inspiratie heeft? Je zegt net al iets over geld, maar waar begin je? Wat is voor jou, wat zou jij mee willen geven als belangrijke tip? En vooral hoe je begint. Kijk, als het eenmaal loopt, dan loopt het. Maar gewoon doen. Gewoon doen. Volle bak gas geven. Het is bijvoorbeeld de eerste postercampagne van Aus Berlin. De postercampagne was eigenlijk heel de campagne die we toen hadden. Terwijl eigenlijk een postercampagne een herinnering is op hetgeen wat je doet. Dus mensen komen het ergens anders tegen en zien, oh ja, die poster, oh ja, misschien wil ik daar wel heen. Maar we hadden toen het eerste jaar van Aus Berlin hebben we bijvoorbeeld Tilburg zo ondergespamd. De gemeente pikt dat nou niet meer, maar dat was toen nog een beetje geluk. Maar daar hebben we zo ondergespamd dat uiteindelijk de postercampagne de promocampagne was geworden. Dus op die manier moet je een beetje zoeken. Maar het enige wat je daar dus in kan doen is echt vol gas vooruit. En niks houdt je tegen. En je moet natuurlijk wel zorgen dat iedereen tevreden is, want dat is het allerbelangrijkste. Anders kun je het niet nog een keer doen. Maar no matter what, dit gaat gewoon gebeuren. Daar moet je uiteindelijk de instelling voor nemen. Oké, dankjewel. Jongens, geen vragen meer. Oh ja, een vraag. Ik kom wel even met deze microfoon. Anders dan duurt het denk ik lang voordat de box er is.
Als je naar het Tilburgse muzieklandschap kijkt, hè, wat zou je dan zeggen, wat zijn de trends in muziekfestivals in Tilburg? Echt festivals? Of festival? Ja, ook zoiets als Machinekamer, dat kun je geen festival noemen. Maar ja, gewoon de feestjes. Ja. Je ziet, toen wij met Machinekamer begonnen, toen zag je daarna in één keer een explosie komen aan heel veel verschillende evenementen. Dus wat mensen niet weten is, je had eerst Ausblinde, toen Machinekamer. En toen kwam in één keer Draaimolen, Implode, Suburban, al die technofeestjes kwamen toen in één keer. Wat heel goed is geweest voor Tilburg volgens mij, en nog steeds is. Maar wat je nu al echt ziet, is dat de nieuwe feestjes zitten meer op de jaren 80, meer op de disco dingen, dat soort zaken. Dus je ziet Disco Snolly, die loopt ontzettend goed, dat zit in de cul-de-sac. Je hebt Gin Gin van de band Pen, daar zie je nou een hele nieuwe wave in komen. Het is een beetje de goedkopere, als letterlijk in laag toegangsprijs, zeg maar. Feestjes, die draaien op dit moment echt supergoed. Want daar kunnen mensen makkelijk naartoe. Die kunnen op het allerlaatste moment altijd nog beslissen. Meestal alleen maar durfkoop. En dat gaat dan wel goed. Alleen ook daar zullen nou waarschijnlijk de komende tijd heel veel feestjes voorbij komen. Waardoor uiteindelijk weer dat segment breed zou moeten worden. Maar daar zie ik nou wel echt veel dingen ontstaan. Ja. Ook Daisy heb je nou weer in de clubs mee rijden. Dat is gewoon 4 weken van tevoren uitgekocht, volgens mij. Dan gaat het als een trein. Ja. Dus dat valt op, ja. Werken jullie ook met vrijwilligers? Bijna alleen maar. Ja. Zeker eigenlijk iedereen die bij Canvas ook begint. Die begint als vrijwilliger, net zoals ik. Want ik deed ook alles alleen maar voor de liefde. En we zijn altijd ook op zoek naar vrijwilligers voor alles. Dus als jij vette vormgeving maakt of helemaal alles wil weten van de techniek en dat je daar passie voor hebt, dat kan altijd bij ons vraag geklopt worden, want we zijn altijd wel op zoek naar mensen die dan mee kunnen aanpakken. Dus ja, volgens mij werken op Ausblin werken zo'n 50 vrijwilligers of zo. En waar kunnen ze dan terecht? Op de website? Of? Hierzo. Ah, kijk, mooi. En stagiaires? Nemen jullie ook stagiaires aan? Ja. Nu zijn jullie pas eerstejaars, maar dan kun je daar misschien alvast over nadenken. Nou ja, Bas, ik weet niet of dat hij in de zaal zit hier, maar Bas die kwam eigenlijk met het idee aan van ja, Joep, moet je hier niet eens een keer staan en gewoon je verhaal gaan vertellen? Ja. Die loopt op dit moment stage. En okay. Dat heeft hij goed geregeld. Dus nou sta ik hier. Oké, dankjewel. Zijn er nog vragen, jongens? Nee? Dan wil ik jou heel erg hartelijk bedanken voor jouw gastcollege van vandaag. Joep van Goor. Dankjewel. Dankjewel. En je zult zien dat er vast nog vragen hier bij jou persoonlijk komen. Dankjewel voor je komst. Graag tot volgend jaar. Voor jullie... Okay. Jongens, geldt dat voor vandaag zijn de gastcolleges afgelopen. Morgen om 11 uur verwacht ik hier dat de zaal echt knijt. Er bomvol zit ook voor onze gastdocent van het jaar. Fresco, tot morgen. Doei. Oh, wat een enthousiasme. Fresco, tot morgen.